Ik maak een frisse salade van linzen en deze linzen uit Le Puy vind ik het lekkerst. Ik neem een half pond linzen. Die zet ik op met twee tenen knoflook en een blaadje laurier. De linzen staan ongeveer 3 centimeter onder water. Terwijl de linzen aan de kook komen, schil ik een limoen. Ik haal de witte kern eruit en ik snijd vruchtvlees in kleine blokjes. Een rode ui snij ik in zo klein mogelijke blokjes. Het koken van de linzen duurt krap een half uur. Je kunt het beste na 20 minuten even kijken hoe het staat met de garing. In het ideale geval is het water net verdampt als de linzen gaar zijn. Stort de linzen in een vergiet en daarna in een schaal. Vis de laurier en de knoflook eruit. Sprenkel er het sap van een hele limoen overheen. Nu de gesnipperde ui erbij, limoenblokjes, 2 lepels kappertjes, 2 lepels olijfolie. Flink wat peper uit de molen. Zout natuurlijk. En dan goed omscheppen. Je kunt de salade direct eten, maar na een paar uur zijn de smaken van de olie en de citroen er beter doorheen getrokken. Heb je trek in nog meer smakelijke video's? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.